Maar dan horen wij over onderhandeling tussen dus de vakbeweging en de regering. Maar dan komt een minister waarvan iedereen niet precies weet over welke deskundigheid deze man bezit. Zeker op zo'n radio. En dan komt hij, met een verklaring, vrijdagavond, waarin hij aangeeft dat er moeizaam is onderhandeld om de indruk te wekken bij de bevolking alsof er tumult is geweest, harde onderhandelingen tussen dus de regering en de vakbeweging, terwijl ik van andere bronnen hoor, dicht bij het vuur. Ik zal maar niet zeggen van informatie die ik heb gehad, dat men daar gewoon gaat zitten. En dan gaat men luisteren naar de regering die komt aangeven van dit is de ruimte. En dat is het ticket or liever. Maar dan helpt de minister de vakbeweging, onze arme vakbondsleiders, om te doen overkomen alsof ze erg hard hebben onderhandeld. En de vraag is van, wat is er overeengekomen? De vakbeweging komt ons in eerste instantie niet uitleggen. En dan komt de minister en dan komt hij met een verklaring waarin hij aangeeft wat bereikt is. Maar daar zit het weer. Ik luister vanmorgen naar een radiostation, een regeringsgezinde radiostation. En ik vraag me af of die journalisten echt journalisten zijn. Het zijn volgens mij meer propagandisten van een bepaalde politieke partij. Omdat men geen kritische vragen stelt. Je hebt een vakbondsleider die komt vertellen over wat is overeengekomen. En dan probeert hij eigenlijk ja, de bevolking of de arbeidersklasse te misleiden. Door de indruk te wekken dat er sprake is van een verhoging van 5000 gulden. En dat de regering nu bereid is uit te betalen 4200 gulden. En over die 800 gulden die nog moet worden uitbetaald, is er nog geen duidelijkheid. Omdat de regering niet wil zeggen wanneer ze het gaan uitbetalen. En wat houdt die 4200 gulden verhoging in? Dat houdt in dat de koopkrachtversterking die is toegezegd voor 6 maanden komt te vervallen in november. Dus in november zouden de mensen hun salaris min die 2500 gulden moeten ontvangen. Maar onze regering is zo goed en onze vakbondsleider dat ze dat willen voorkomen. En ze willen ze ons ja, daarop 4200 gulden geven. Maar wat men niet vertelt, is dat er sprake is van een reële verhoging. Dat houdt in wat je politie in je handen gaat voelen, van 1700 gulden maar. Omdat die, eigenlijk moet je niet meer praten over die 2500 gulden. Omdat het prijsniveau in die samenleving, de inflatie en de stijging van het levenspeil, ja, het onmogelijk zou maken aan de regering die 2500 gulden zou terugtrekken. Dat kan niet, dat zou niet kunnen. Dus er is sprake van 1700 gulden verhoging. En wat doet men? Men komt de arbeiders voor de gek houden dat er sprake is van 4200 gulden. En dan luister ik verder naar het gesprek en die vakbondsleden die probeert zo snel mogelijk dat ding af te jassen, omdat hij weet dat hij leugen zit te verkondigen. Dat hij bezig is de arbeiders te misleiden en hij wil eigenlijk ja, zijn onvermogen om te onderhandelen wil hij bedekken. Omdat hij niet zegt wat gaat gebeuren het volgend jaar. Wat gaat gebeuren in januari? En die journalist stelt hem die vraag ook niet. Hij stelt hem die kritische vraag niet. Wat gaat gebeuren in januari? En wat staat ons in januari te wachten? In januari kan je een situatie krijgen waarbij de mensen 4200 gulden minder gaan verdienen. Waarom? Omdat in januari komt jouw salaris, die 2500 gulden, tutotoeslag te vervallen. En die 1700 gulden die je hebt gehad in december. Want men heeft gezegd dat die overeenkomst geldt voor slechts iemand, alleen december. Wat gaat er gebeuren in januari? En daarover praat hij niet. Toevallig weet ik uit informatie, eerdere informatie verstrekt door de regering en door de vakbeweging, dat de regering
ervan uitgaat, is de regering hoor, niet de vakbeweging, want zij zijn tot niets in staat. De regering heeft gezegd dat er een bepaalde ruimte is en dat het zo goed gaat in het land dat we dat moeten behouden. En nu moeten we ervoor betalen weer de arbeidersklasse. Dus de arbeiders mogen dus niet hoger gaan dan een bepaalde ruimte, ze hebben een bepaalde ruimte. En wat houdt die ruimte in? Dat de vakbeweging het gaat invullen. En dat betekent van, als we uitgaan van, laat maar dat eerst zeggen, dus men wil die 2500 gulden die men heeft gehad vanaf november, vanaf de afgelopen 7 maanden, wil men gaan optellen op het salaris. En daarop wil men nog 8% loonsverhoging geven. Wat houdt dat precies in? Als ik uitga van een gemiddeld salaris van 8000 gulden bij de overheid, ja, laat me dat zo zeggen. Dus we hebben te maken met 8000 gulden. Die 8000 gulden, daarop tellen wij die 2500 gulden op. En dan komen we op 10.500. Dat wordt het nieuwe salaris met die 2500 gulden erop. Daarvan krijgt iemand nog 8% loonsverhoging. Als we 8% op die 10.500 berekenen, komen we op 840. Dus iemand die 8000 gulden verdiende, heeft een reële verhoging van 3.340. Dat is 3340. En dan gaat die nu verdienen 11.340. Daarbij is nog niet gezegd of de belastingsgever gaan worden verruimd en dat het, die belastinggrens zal worden verschoven. Omdat als die dingen zo gehandhaafd blijven, dan gaat het deel van het salaris weer in de belastingen. En wat houdt die verhoging in? Die verhoging houdt reëel in een bedrag van 840 gulden. Bruto. Omdat als de belasting nog afgetrokken wordt, kan zo iemand misschien overhouden 500 tot 600 gulden. Of zelfs minder. En dat is de verhoging die ons te wachten staat in januari. Omdat die 2500 gulden moeten we niet meer bijtellen. Het is een bedrog. En schijnt dat de vakbeweging zich daarop beroept. Omdat dat bedrag, daar leven we al 7 maanden mee. Dus eigenlijk ja, is ons levensstandaard al aangepast aan dat bedrag. Dus we hier gewoon maar 800 gulden vooruit gaan. En dat is wat men wil overeenkomen met de vakbeweging. En die klootzakken, die gaan ermee akkoord gaan. Dus ik vraag me af, ik heb gehoord van iemand dichtbij het gebeuren. En die zegt me van, kijk, dolle jongen, ik was dom gewoon drapen, jongen. Ze doen arkie als 5 bobo's. Ja, en ze moeten gaan ze luisteren, ze onderhandelen niet. En de regering denkt er gewoon iets op. En ik vraag me af van, wat is de rol van deze vakbondsleden in Suriname anno 2023? Ja, heeft het zin dat ze gaan onderhandelen? Het heeft totaal geen zin dat de regering ons komen zeggen van dat krijgen we. Omdat de vakbeweging heeft geen enkele rol in het beschermen van de belangen van de arbeidersklasse. Het enige zou moeten dwangen aan de man, jongen. Tik de man, tjana mag naar onafhankelijkheid, jongen. Plein. Tij de man aan de boom drapen, tjana maar een boom. Tik wat tamalint de wipi. Door vond de man met de man kon wiki. Dat gaat zelfs niet helpen. Zo erg is gesteld met onze vakbondsleiders. Ze zijn totaal niet in staat om de belangen van de arbeidsklasse te behartigen. Ja, en het zijn deze mannen die bij de vorige regering op stonden en te schreeuwen. En elke dag op straat waren om te protesteren. Omdat ze dachten dat ze meestersposten en andere dingen zouden vinden. Maar de natuur heeft ze afgestraft. Ze hebben geen bal gevonden van Santoki. Santoki heeft ze allemaal weggejaagd. En het enige wat ze hebben gehad in een paar van ze in, is een bandje als vijfkarige beleidsmedewerker om de arbeid te verkopen. Dat is die realiteit waarmee we in Suriname te maken hebben met deze vakbondsleiders die niets anders doen dan de arbeiders te verkopen voor deze regering. Dat is de realiteit in Suriname.